De Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVACSUR, wil van de regering weten wat de gevolgen zullen zijn voor de werkende klasse als zij in zee gaat met het Internationaal Monetair Fonds, IMF. De Raad heeft op een persconferentie gisteren onomwonden gesteld dat zij hier geen voorstander van is. Woordvoerder Armand Sunder, die ook econoom is, vindt dat de regering onduidelijk is over de consequenties. Wat wij willen weten van RAVACSUR is er gaat een stand-by arrangement getekend worden met het IMF voor een periode van 3 jaar. Wij willen dan ook de begrotingen zien van de komende 3 jaar. Hoe gaat het verbeteren als die maatregelen er komen? Maar daarvoor willen wij een opsomming hebben van dit zijn de maatregelen en dit gaan de consequenties zijn. Want wij van de vakbeweging moeten dit gaan doornemen en bespreken met de shopstewards, met de achterban, met die brokkemans. Die gelegenheid moeten wij krijgen. En die gelegenheid wordt ons tot op dit moment nog niet geboden. De Raad wil ook weten van de regering wat voor gevolgen de IMF-deal zal hebben voor de inflatie en voor het valutaverkeer. Sunders zegt dat het besteedbare inkomen van de werkende klasse enorm is gedaald en dat dit alleen met een loonronde enigszins verbeterd kan worden. Punt is nu dat wij ook willen weten, als die maatregelen er komen, wat voor consequenties gaat het hebben voor die inflatie? Inflatie gaat naar beneden gaan, nemen we aan. Maar wanneer gaat die naar beneden gaan? Dat zijn vragen die tot nu toe niet beantwoord zijn. Een van de belangrijke zaken die genoemd worden, maar wij hebben die informatie nog niet, is dus dat er steun gaat komen van IMF om te interveneren in het valutaverkeer. Wat voor consequenties gaat dat hebben voor die koers? Armand Sunder van de RAVACSUR over de te verwachten gevolgen van de IMF-deal voor de werkende klasse. De Raad wacht nog steeds op een exemplaar van het crisis- en herstelplan die de regering haar heeft beloofd. Zij wil namelijk een analyse maken van de consequenties die uit deze maatregelen zullen voortvloeien.